Doe maar zo, met in de kamer. Ja, dat mag wel. Dag, hoe is het met u? Ja. Nou, je bent hartelijk welkom in de gemeente Gulpen-Wittem. Ja, ja, welkom in onze mooie gemeente. Fijn dat ik u hier ben. Het is een heel mooie dag. Ja. Een grijze dag in Den Haag naar een zonnige Limburg. Het zonnige zuiden. Ja, precies. Nou, welkom. Dat is een taak van de burgemeester. Om het weer te regelen. Dus ik zei vanmorgen al tegen je, ga je check. Gelukt. Nou, fijn dat u er bent. Dankjewel. Ja. Majesteit. Goed, we doen even zo. Ja. Goedendag. Goedendag. Hallo, dag Majesteit. Hallo, welkom. Nou, geweldig. Weer erheen. Ja, we hebben nog mogen wachten, maar het is fijn dat we deze dag hebben gevonden. Ja, ja. Ik denk dat je mag beter zo, toch? Welkom op een van de mooiste plekjes van Nederland. Van de Trinigram en een van de collega's waar we een heel bijzonder bier mee hebben gebrouwen. Maar misschien, we staan in de hop, dit zijn de hopvelden en niemand kan dat beter uitleggen dan Roger wat hop is en hoe hop groeit. Ja, dit is weer anderhalf meter even te doen. Ja. Dit is dus de hop en nu half september als die rijp is, dan snijden we hem beneden af en boven af. Mm-hmm. En dan worden de belletjes er vanaf gehaald. Ja. En die zijn uiteraard voor de brouwerij voor het bier. Ja. Dus half september die komen er af. Ja. De bellen hangen bovenin. Dat ziet u hangen. Dat is echt een bloemetje van. Mevrouw is natuurlijk super spannend. Wie deed er het? Prima. Ja. Was hij nou eigenlijk? Nee. Nee, ze moest zichzelf. Hij is niet zenuwachtig te vuur. Ja. Wat eigenlijk spannender voor u nog dan voor Nina Pap? Voor Bas. Hoe ze ervan, Bas? Maxima. Ik niet. En de bedoeling is dat iedereen gaat biologisch, wat voor ziet u? Dat zal natuurlijk een beetje van onze van die gangplan afhangen, wat zij aan de vraag hebben. Maar het is natuurlijk niet zo makkelijk om vanuit gangplan naar biologisch over te stappen. Dus biologisch blijft bij de biologische natuurlijk en het gangbare blijft bij de gang. En we gaan ervan uit dat dat een beetje combinatie blijft. Ja, we hebben wel een ambitie om ook in het biologische deel te willen groeien. Dus we willen wel elk jaar meer grondstoffen biologisch gebruiken. Ja, hier betalen we een andere kerst is gedeeld en rok is eigenlijk een beetje in verdrukking gekomen. Die wordt alleen nog maar meestal als snijrok als schoenbemester gezaaid, maar niet meer voor volledig geteeld, zeg maar. Ja, dit past heel goed in het plaatje. Roger, heb jij een tak die... Moeten we even leren natuurlijk. Handig is. Dat heb ik nooit gedaan. Ja, dan moeten we. Ik heb andere dingen wel echt. Hier hangt eentje op redelijk. Kijk, een tak eraf. Even. Nou, kijk. Kijk, daar is die. Nou is het wat lager. En dan doen we zo. Een paar van de bellen. Ja, heel goed. Kijk, dit moet een ultiem lekker biertje worden. Nou ja. Dat weet ik niet, want een paar blaadjes zijn nog meegegaan, maar... Ja, het gaat uiteindelijk om de lupuline wat erin zit. Uh-huh. De gele hier. Dat is hem, oké. Ja. Dan gaan we die zak straks terugzien bij de brouwketel. Uh-huh. En dan gaan we over 6 weken proeven of het daadwerkelijk geworden is wat we hopen. Heel goed. Nou, dank de laatste. Nou, heel hartelijk dank voor de mogelijkheid. Er zal er zeker eentje van gelukt zijn. Ja. Maar ik zie mooie appels ook nog. Ja. Die zit aan de onderkant. Oh, dat is voor zijn gezin. Ja. Nou, mooi, het is ook weer naar klaar. Ja. Thank you.
jullie ook Heeft even geduurd? Ja, 196 jaar, maar dat is dan toch vandaag gelukt, ja. Proficiat, hè? Want het had te maken natuurlijk met de prijs, de Koning Willem-I-prijs. Dat was al een poosje geleden. Heeft u het idee dat de redenen, de uitgangspunten en de criteria waarvoor u die prijs kreeg
is dat ondertussen verwaterd of relevanter geworden juist? Nee, dat is zeker relevanter geworden, zeker in de maatschappij. Hè. Dus de prijs voor de duurzaamheid gaat bij ons over milieubewust telen, regionaliteitsprincipes, duurzame brouwhuis dat we gebouwd hebben. En dat is voor ons al 25 jaar essentieel. Maar je ziet nu dat de maatschappelijke discussies die er ontstaan zijn, met name door de corona en het feit dat mensen toch allemaal zo goed zijn gaan nadenken, dat eigenlijk dit soort issues meer en meer op de voorgrond komen en meer bediscussieerd worden. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling die we de laatste maanden heel duidelijk terugzien. Ja. Ja. Hoorde u er ook nog een herkenning en erkenning van Maxima juist voor dat uitgangspunt? Ja, ze was daar zeer geïnteresseerd in. Dus echt, het was voor ons een fantastisch bezoek. Ze was heel erg geïnteresseerd in de technische kant, de samenwerking met de boeren, hoe we dat doen, waarom dat al zo lang goed gaat. En dus het was bijzonder om te zien hoe ze zich erin verdiept had en hoe geïnteresseerd ze daarin was. En het bevestigde voor haar ook, ja, zij ziet ook dat onze route die we gekozen hebben, dat toch de meest logische route is. Willen we met z'n allen op deze aardbol blijven leven en het netjes achter laten. Ja. Is er een aantal keren het woord overdragen naar de volgende generatie gevallen? Dat geldt natuurlijk voor het duurzaamheidsverhaal. Geldt ook een beetje voor jullie bedrijf. Jullie zijn broer en zus, doen het eigenlijk een beetje samen. Is dat, want dat vroeg Maxima ook, is dat ook jullie belangrijkste ambitie? Om het uiteindelijk naar een volgende generatie te brengen? Ja, dat denk ik wel. De belangrijkste ambitie, we moeten vooral gezond blijven en de dingen die we doen doorzetten en nog beter willen doen. Maar de ambitie is zeker om langdurige, lange termijn visie te hebben en inderdaad te denken in generaties in plaats van in jaren. Ja. We waren in Rijmerstok hè, bij in Hopveld. Ja. Wat hebben we precies gedaan daar? In Rijmerstok zijn onze hopvelden. Roger Wouters is daar de hopteler al sinds de jaren 90. En de koningin heeft daar gesproken met Roger Wouters over de hop en de lokale teelt. Maar ook met Jos Keibets, de voorzitter van Trilligram, de coöperatie van de boeren die voor ons de brouwgranen telen. En ze heeft haar eigen hop geplukt. Ja, en hier inderdaad weer opnieuw en gebruikt. Hier weer in de gegooid. Dus we krijgen straks een prachtig bier met maximale hop. Ja, want we weten inderdaad dat er een biertje komt waar Maxima de hop voor heeft toegevoegd. Ja. Krijgt dat nog een speciale naam? Gaat u er nog iets mee doen met die ketel? Ja zeker. Het bier dat wordt gebrouwen wordt een IPA-achtige en met maximale hop. En we gaan het uiteraard op een gegeven moment verkopen. En de opbrengst daarvan, die gaat naar een goed doel. En daar hebben we ook inderdaad gedacht van wat koningin Maxima nou interessant vindt. Die vindt heel interessant, of die heeft heel veel interesse in muziek. Meer muziek bij kinderen, hè, meer muziek in de klas. Dus het goede doel waar het naartoe gaat. De lokale harmonie, maar dan ja. De jeugdopleiding van de harmonie van Gulpen en Rijmerstok. Ja. Daar gaan we aan doen. En dat is mooi, want koningin Maxima was eerder dit jaar in Roermond, juist voor dat project Meer muziek in de klas. We weten dan, soms heb je wel eens bij een bloemteler dat er een bloem, een roos, naar haar bijvoorbeeld genoemd wordt. Is dat nog een idee en een optie voor het biertje? Dat zouden we heel graag willen, maar dat gaat niet. Okay. Helaas. Okay, of stiekem een naam misschien die wij dan alweer weten. Ja, maximaal. Dat is in het andere geval. En nog even terug naar het puntje van de telers. Hè, want we waren in Rijmerstok. Onder andere bij Roger Wouters. Maar jullie, het is een van de elementen natuurlijk waarvoor jullie ook die prijs hebben gekregen. Jullie werken juist met lokale afnemers. Hoe ziet dat eruit bij Gulpen? We proberen op bijna elk niveau samen te werken vanuit een regionaal principe. Maar sommige dingen, bijvoorbeeld glasflessen, die worden hier in de regio niet gemaakt. Dus die halen we van elders. Maar wat kan, dat doen we zo goed als mogelijk. En dat is uiteraard de hop en zeker ook de brouwgerst. En een aantal andere granen die we gebruiken, dat komt allemaal uit de coöperatie Trilligram en de eigen regio. Maar waar mogelijk op het gebied van print, communicatiemarketing, op het gebied van andere samenwerkingen in productie, technische teams, doen we dat zoveel mogelijk uit de regio. Ja, absoluut. Met een beetje de gedachte, als het de telers goed gaat,
gaat het jullie meestal ook goed? Ja, wij geloven in die samenwerking, omdat je, je hebt wat aan elkaar als het goed gaat. Maar als het niet goed gaat, weet je elkaar ook te vinden. En dan heb je ook de band om dingen weer recht te breien of elkaar te ondersteunen op het moment dat het nodig is. Dus het is gewoon een veel leukere manier van ondernemen. En het is veel beter voor het milieu. Je hebt niet al het gesleept met grondstoffen over de hele wereld. Dus het is zowel duurzaam als dat het beter is voor de regio en de samenwerking in de regio. Waarom krijgt hier de lokale brouwer die mooie prijs? Nou, wij proberen bedrijven op een voetstuk te plaatsen waarvan we vinden dat ze een voorbeeldfunctie vervullen. We hebben een prijs voor het grootbedrijf, we hebben een prijs voor het midden- en kleinbedrijf en we hebben een prijs voor de meest duurzame ondernemingen. En wij vonden dat Gulpener in de manier waarop zij bier brouwt, de manier waarop zij met haar leveranciers omgaat, et cetera, dat zij een voorbeeld was voor duurzame productie, voor duurzaamheid. En vandaar dat wij besloten hebben om Gulpen de prijs, de plaquette te geven voor duurzaam. Goedenavond. Koningin Maxima was vandaag in Limburg. Ze bezocht Gulpener in Gulpen om met eigen ogen te zien hoe duurzaam de bierbrouwerij zijn drankjes maakt. De brouwerij heeft daar namelijk een prijs voor gekregen, de Koning Willem I-prijs. Maxima kreeg een rondleiding langs lokale telers van gerst en tarwe, dat zijn grondstoffen voor bier. En ook nam ze een kijkje bij de hopvelden in Rijmerstok. Het werkbezoek eindigde in de brouwerij waar speciaal voor de koningin nog een speciaal biertje gebrouwen werd. En in Gulpen staat collega Maurice de Heus. Ja, Maurice, het komt niet zo heel vaak voor hè, dat de koningin een bierbrouwerij bezoekt. Nee, wellicht in een eerder leven wel. Dat zou best kunnen, maar als koningin is Maxima nog niet vaak in een bierbrouwerij geweest. Dat alles te maken met het feit dat zij erevoorzitter is van die Koning Willem I Stichting. Net zoals haar schoonvader Prins Klaus dat ooit ook was. En zij reikte daarom de prijs afgelopen jaar uit aan de Gulpener Bierbrouwerij, die Koning Willem I plaquette voor het duurzaam ondernemen. En daarom was ze ook vanmiddag, gaf ze acte de présence in Rijmerstok. Een paar van de bellen. Hop, bellen plukken in Rijmerstok. Dat was de prettige taak van koningin Maxima vanmiddag. Dat weet ik niet, want een paar blaadjes zijn nog meegegaan. Maar... ja, het gaat uiteindelijk om niet bedienen. Want... teler Roger Wouters had de taak om Maxima wegwijs te maken in de wereld van de hop. Onder het kritische, maar trotse toeziend oog van zijn gezin. Gaan we die zak straks terugzien bij de brouwketel. Wie deed er het? Prima. Ja. Was in eigenlijk? Nee. Dat is allemaal zichzelf. Hij is niet zenuwachtig te vuur. Van de hopvelden in Rijmerstok ging de reis naar het centrum van Gulpen, naar de bierbrouwerij. En daar mocht Maxima de hop in de brouwketel hangen. De ketel is warm, dus ik ben een beetje voorzichtig. Dat u niet heel goed. Als bekroning op de Willem I Duurzaamheidsprijs die Gulpen er ontving. Je ziet nu dat de maatschappelijke discussies die er ontstaan zijn, met name door de corona en het feit dat mensen toch allemaal zo goed zijn gaan nadenken, dat eigenlijk dit soort issues meer en meer op de voorgrond komen en meer bediscussieerd worden. Het IPA-bier dat gebrouwen werd door Maxima wordt straks verkocht voor het goede doel. En we gaan het uiteraard op een gegeven moment verkopen en de opbrengst daarvan die gaat naar een goed doel. De lokale harmonie, maar dan de jeugdopleiding van de harmonie van Gulpen en Rijmerstok. Ja. Daar gaan we het aan doneren. En zo is Gulpener vandaag een maxipaar bier rijker. Met vooral veel waardering en een dikke duim van de koningin voor alle medewerkers. Zij delen in de eer van de Willem I-prijs. Ja, wij staan nu voor het nieuwe duurzame brouwhuis van Gulpener in Gulpen dus. En de ambitie is uitgesproken door de brouwer om in 2030 helemaal fossielvrij te brouwen. Maar de reden eigenlijk, de voornaamste reden waarom Gulpener die Willem I-prijs kreeg, had te maken met de keten van lokale producenten die ze hebben opgezet om de streekproducten hier te leveren voor de brouw van het bier. Streekproducten dus, die hier in de omgeving allemaal worden gebrouwen, waarvoor Maxima dus ook inderdaad in Rijmerstok aanwezig was. En die dan met name ook wel de vervuiling en de kosten van het verre transport zoveel mogelijk beperken.
Ja, wij geloven in die samenwerking, omdat je hebt wat aan elkaar als het goed gaat. Maar als het niet goed gaat, weet je elkaar ook te vinden. En dan heb je ook de band om dingen weer recht te breien of elkaar te ondersteunen op het moment dat het nodig is. Dus het is gewoon een veel leukere manier van ondernemen en het is veel beter voor het milieu. Je hebt niet altijd gesleept met grondstoffen over de hele wereld. Dus het is zowel duurzaam als dat het beter is voor de regio en de samenwerking in de regio. Ja, en ondertussen is Maxima hier vertrokken en is ook de Gulpener Bierbrouwerij weer langzaam gaan opruimen. Dus is de rust ook hier in het stadje langzaam teruggekeerd. Dankjewel, Maurice vanuit Gulpen.